budget monitoring is about sharing power in the society. Because who has the money has the power. Budgetmonitoring is een instrument waarmee burgers meer invloed krijgen op de besteding van overheidsgeld en de overheid meer inzicht in wat er leeft onder de bevolking. Budget monitoring is an instrument, is a tool that allowed civil society organizations to take democratic control of the activities and policies of the state. Budgets mean have to be built from the bottom to the top, from the needs of the communities to the decision makers level. So to do that, you have to do a lot of activities, capacity building activities, analyzing of the budget, and establish advocacy strategies that allow communities and groups to advocate it for their favor in the decision making spaces. We can do budget monitoring in different levels, in the municipality levels, in neighborhoods, in national level. So we have many different ways to work with budget. Eu sou a Raquel, tenho 20 anos. Eu sou a Raíssa, tenho 18 anos. A gente estuda na mesma escola e a gente lutou para a reforma da nossa escola. É através do INESC que a gente conheceu os mecanismos. We have a work with public schools in Brazil. And you have like a 5 days workshop that you're trying to raise awareness of the students to the problems related to human rights and budget. So it's a process of capacity building. And after that, the students develop a strategy of advocacy to speak up or to demand their rights in public arenas in Brazil. Para a minha escola, 74, tinha quase 2 milhões de reais para a reforma. E esse dinheiro não chegou, né? Aí a gente foi numa audiência pública e aí a gente conseguiu uma emenda, só que não só para a nossa escola, mas para todas as escolas do Distrito Federal. When you involve the community to discuss budget and they get some budget for their needs, they feel that the money from the state can help their lives and change the situation of their lives. In 2011 is INESC naar Nederland gekomen om een kennis over te brengen en met Nederlandse experts te praten over budgetmonitoring en participatie. De organisaties Timor Plein Community en She Moves willen budgetmonitoring in Nederland gaan toepassen. Ze leiden INESC rond door de Indische buurt in Amsterdam, waar communities zich inzetten voor de verbetering van hun wijk. Considering your experience to be cut in your budget, then you had to go to the standstill to defend your project. Do you think this is a transparent process? De communities zijn aan het praten over de inrichting van hun leefomgeving en over de sociale projecten die plaats moeten vinden in de Indische buurt. En wij gaan nu dat nieuwe element van budgetmonitoring inbrengen. Dat betekent dat ook mensen die nooit over overheidsgeld praten, toch gewoon mee kunnen praten en serieuze partner, gesprekspartner kunnen zijn. Ja, like Saskia in Brixton. Budgetmonitoring geeft ook een beetje inzicht in je eigen kunnen. In je eigen mogelijkheden en faciliteiten. Wat wij dus in de afgelopen jaren in Nederland hebben gezien, is dat er een steeds groter wordende kloof bestaat tussen zeg maar, de samenleving en de politiek. Willen wij nou die kloof verkleinen, willen wij nou uiteindelijk mensen het gevoel geven dat ze aan de roer staan in hun eigen leven, in hun eigen directe leefomgeving, dan moeten wij ook de mensen gewoon veel meer verantwoordelijkheid geven. En wij zagen dat in Brazilië dat juist wel heel erg geholpen heeft tot het bewustwordingsproces van mensen dat ze iets kunnen veranderen. In 20 jaar tijd heeft INESC instrumenten bedacht om budgetten te monitoren en deze uitgebouwd. Voorbeelden zijn de OCA, die het jeugdbudget in Brazilië volgt, en de monitor voor het minderhedenbudget. Door de monitormethodiek is de wetgeving in Brazilië aangepast en is het gewoon geworden dat bewoners en vrijwilligersorganisaties invloed uitoefenen op de besteding van overheidsbudgetten.
De laatste jaren richt INESC zich niet alleen op de uitgaven van de staat, maar neemt de organisatie ook de inkomsten onder de loep. In Brazil, the tax system is very unequal. Poor people pay more taxes than rich people, because the majority of the taxes are under the consume. So when you buy something, you have to pay the same amount of money a poor people pay and a rich people pay. So INESC produced a lot of evidence related to the tax system in Brazil, and we propose some alternative amendments to the tax reform bill that was in place in the Congress years ago. And we got to have a lot of achievements in this area because the bad changes in the tax systems were blocked. And now we have an open discussion in Brazil how to change our tax system in a more progressive and fair way. Zij weten echt alles van financiën. Ze zijn ook vaak partner van de overheid of van het schoolbestuur om mee te praten over de inrichting van het financiële systeem. En ondertussen zijn ze ook in staat om de bewegingen, de sociale bewegingen en leerlingen en allerlei andere groepen op een hele simpele manier te informeren over hoe geld werkt. Dat zou ik heel graag ook in Nederland neer willen leggen. Tijdens een conferentie in de Indische buurt in Amsterdam maken communityleiders, ambtenaren en politici kennis met de werkwijze van INESC. De conferentie is een eerste aanzet om ook in de Indische buurt met budgetmonitoring aan de slag te gaan. There's a cycle that you have to follow in order to understand not only the money if you have more or less money, but how the money is being applied and if they are effectively assessing rights. Ik vind hun werkwijze heel inspirerend en ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Dus dat je veel meer vanuit de community denkt en ook veel meer ziet wat daar voor kracht en kansen liggen en wat voor beweging daaruit naar voren kan komen. En dat het niet meer zo is dat wij als overheid of als ambtenarij bedenken wat goed is voor mensen, maar dat mensen heel goed aangeven wat goed voor hun is en wat daarvoor nodig is. I think go to other communities. Publish what you are finding, learning. That I think is very important because that gives you a sense of power. If you systematize and spread the word about what you got, you feel proud about that. The community feel proud about it. And then, if you are proud, you make others be interested to join. We're trying to establish a long-term relationship with organizations here in Amsterdam. We gaan met de Brazilianen verder werken aan het opzetten van een organisatie gericht op budgetmonitoring in Nederland, maar ook in Europa. En die organisatie die zal zich ook bezig gaan houden met het adviseren van de overheden om begrotingen transparanter te maken en het instrument budgetmonitoring in te brengen in hun participatiebeleid.